de founder van die organisatie, die heeft eigenlijk op een podium een keer verteld dat hij heel graag, dat hij eigenlijk gewoon aan random mensen vroeg, hey, wil je een koffie drinken met mij? En dan ging hij daar koffie mee gaan drinken. Dat is mij heel erg bijgebleven. En op het moment dat wij dan eigenlijk die workshops gingen lanceren, Jana en ik, zei ik, ja, eigenlijk, er is iemand die gewoon zei dat hij gewoon op de koffie ging met mensen en dat dat eigenlijk 90% van de tijd wel lukt. Dus Jana en ik dachten, oké, als we dit zo goed mogelijk willen uitvoeren, laten we dan gewoon op koffie gaan met mensen. Eerst is dat met mensen rondom ons geweest, gewoon ondernemers rondom ons. Maar we wilden ons eigen blijven challengen. Dat is nog wel eigen aan Jana en ik. Waar we dan al besloten hebben, oké, als we echt het beste willen neerzetten, dan gaan we ook met een top van België op koffie moeten gaan. Dat is ook effectief van wie we begonnen zijn. Dan gingen we gewoon op de koffie bij Geert Noels en zo. De allereerste koffie was echt gewoon een koffie op Econopolis. Dat we daar naartoe gingen voor een koffie te drinken. Zonder enige planning van een podcast te willen opnemen. Maar dan kwamen wij wel een keer Tom de Kok tegen van MLM. Ja. Op een eventje. En we dachten, ja, dat is het moment. Hè. We gaan op de radio. Hè. We gaan gewoon zeggen dat we met ons projectje of met ons koffietjes en op de radio willen komen. Of misschien kunnen we daar iets met een boek iets van een boek mee doen. Waarop hij zei, ja mannetjes, allemaal goed en wel. Maar als jullie nog niks hebben, als dat gewoon een verhaal is, kan ik niet veel betekenen voor jullie. Weet je wat? Neem een podcast op. Zie dat het professioneel is. En dat geen, hoe zeg je dat? Dat niet neerbuigend is tegenover radiomakers. Ja, tuurlijk. Ja, en als je dat gedaan hebt, komt dat maar een keer terug. Ready? Ready. Ik ben benieuwd. Dag Nadia, hoe is het? Hey, dag Peter, goed. Goed, hoe is het met jou? Goed, goed, goed. Maar het zijn mooie dagen, ik had het vooral gemeen. Hè. Vanmiddag is misschien een beetje... Nu, klassieke vraag natuurlijk. Het is corona geweest. We zijn er nog altijd een beetje in. Ik denk dat dat nooit gaat overgaan. Wat is eigenlijk de impact voor hetgene wat jij doet, professioneel gezien, van heel dat gebeuren hier? Is dat voor jou een opportuniteit of is dat eigenlijk... Oh my god, what happened just here? Ik denk een beetje allebei. Ik ben fotografe en vooral eventfotografe. Dus ik fotografeer heel veel keynote voor bedrijven. Maar aan de andere kant fotografeer ik ook heel veel huwelijken. Baby showers, feestjes, families. Dus ik heb enerzijds mijn business volledig zien kraken. Ja, ik ben meer dan 30.000 euro inkomsten zien verloren gaan. Opdrachten die geannuleerd werden. Of voorlopig geannuleerd worden, maar je weet het nog niet zeker. Dus ja, de eerste impact was dat wel. Ja, je financiële zekerheid een beetje verloren zien gaan. Ik ben nu 2 jaar zelfstandig. Dus ik zit nu eindelijk op het punt waarvan ik dacht, oké, ik ben aan het groeien en ik geraak er. Ik moet niet meer zo vechten voor mijn geld binnen te halen. Dus ja, dat was mijn eerste... impact, dat was het eerste dat ik echt gevoel had van, oh my god, alles is gewoon weg. Al mijn werk dat 2,5 jaar van op te werken is gewoon niet verdwenen. Maar langs de andere kant is het ook wel een super harde zegen geweest voor het tweede project waar ik aan werk, dat is 50 koffies dan. En daarvoor is het wel een zegen geweest en staan we wel op punt om daar effectief een business van te maken. Dus laten we zeggen dat ik een beetje allebei gevoeld heb. Want het was een goede crisis, denk ik. Ja. Nu... Hoe denk je dat in de wereld er gaat uitzien na heel dat corona-ding? Denk je letterlijk dat er zo een nieuw normaal is? Want ik heb je trouwens ook gezien op die keynote van Peter Hinsen. Ik heb dat gezien achter de sessie dat je direct naar Peter ging, samen met Jana. Maar wat denk je, is er ook heel veel over bezig, over die nieuwe normal? Denk je dat we echt zo een nieuw normaal gaan hebben? Ik denk misschien bedrijfsleiders wel. Zo vanuit de ondernemende wereld dan ze wel iets meer gaan nadenken over oei, kijk, het kan toch alleen van de ene dag op de andere allemaal veranderen. Maar over het algemeen denk ik dat mensen er heel hard naar uitkijken om normaal terug naar het leventje te gaan. Van vroeger? Ja, toch wel. Ik denk dat iedereen gewoon snapt naar dat allemaal wat terug normaal wordt. Dat allemaal wat gedaan is in de corona. Ik denk niet dat mensen echt uitkijken naar de nieuwe wereld. Okay. Ik heb een beetje van de ondernemerswereld, de bedrijfsleiders misschien wel een beetje, maar ik denk de mensen zelf, werknemers, en het grotendeels van de mensen,
denk ik dat ik vrij snel terug in de oude gewoontes ga vallen. En voor jezelf persoonlijk, denk jij dat je zo gedwongen bent omdat je eerst door angst gegaan bent en dan uiteindelijk iets van opportuniteit zien hebt, dat je zoiets hebt van, nu vind ik bepaalde dingen belangrijker dan ervoor of zat het meer naar waarde? Wel, nu als ik ook in de lockdown zat, dacht ik echt, al wel zo wat rustig eraan doen, maar misschien toch een beetje introverter als ik denk. Dacht, ik ga toch wel rustig eraan doen als de lockdown over is en je versoepelt. Ja, we zitten 2 weken verder, ik moet het niet zeggen, zeker. Ik zit alweer volledig op hetzelfde niveau als ervoor. Of misschien zelfs nog hoor. Ja, of misschien zelfs hoor. Ik ga terug even snel. Ja, alles moet gewoon vooruit gaan. Ik heb niet veel zin om stil te zitten. Zeker niet na al die weken dat ik eigenlijk al een beetje stil gezeten heb. Dus ik weet dat ik dat wel heel hard dacht tijdens de lockdown. Maar dat ik nu alweer zoiets heb van... Goh, ik ben eigenlijk al vergeten dat we in lockdown zijn. Ja. Maar ze kunnen misschien zien dat je, zijn liever dat je misschien nu projecten doet dat je meer joy geven. Die automatisch ook wel moet opbrengen natuurlijk. Hè, en dat je misschien ervoor meer op projecten deed die geld moest opbrengen om te kunnen overleven. Of is dat totaal... Ja. Dat wel. Ik denk wel dat mijn mindset volledig veranderd is. Ja, fotograferen is een beetje van dag op dag en van opdracht tot opdracht. Mm-hmm. Ik heb toch wel fotografeerd. Het project 50 Koffies zijn wel volop bezig met 15 jaar, 20 jaar plan uit te schrijven en daar wel volledig voor te gaan. Ja. Dus ik denk wel dat mijn visie op langere termijn een pak veranderd is en toch wel ook een grote impact heeft gewoon gehad. Omdat natuurlijk dat 50 Koffies dat een heel anders haalbaar revenue model heeft dan... Waarbij dat je als fotograaf een uur, in een klassieke visie van fotografie, dat je een uur gaat foto's gaan nemen, dan moet je nog wat thuis gaan verwerken en dan verkoop je die foto's hopelijk aan je klant. Ja, klopt. Absoluut. En als dat geannuleerd wordt, heb je geen backup. Hè? Nee, het is dat. Hè. Nu je hebt architectuur gestudeerd, dacht ik, in Gent? Ik heb interieur gestudeerd. Interieur, excuseer. Ja, mensen verwarmen. En hoe spring je dan van interieur naar fotografen? Ja, wel, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk al sinds dat ik super jong was, 2, 3 jaar, ben ik altijd een beetje de creatieve geweest thuis. We zijn trouwens met 7 thuis. Zijn je de jongste? Ik ben de middelste. De middelste, oké. Okay. Ja, ik ben de middelste en ik was ook de enige creatieveling. Dus mijn ouders konden heel hard zien dat ik de creatieve was en al de rest niet. Ik zat altijd als enige aan mijn tafel te schilderen en te tekenen. Ik had al mijn zussen en mijn broer en trafotten waren in de tuin, maar dat vond ik niet zo leuk. Dus ik heb altijd en nog steeds eigenlijk een hele grote liefde voor tekenen. Okay. En ik heb dan in het middelbaar, hadden dan zo lessen PO. En dan moesten we een perspectieftekening maken van een stad. Eigenlijk gewoon kubische les elkaar tekenen in een perspectieftekening. En dat vond ik fantastisch, hè. Ik heb toen met die perspectieftekening te tekenen en daar een beetje de architectuur in gezien. En ik heb toen besloten, oké, ik ga iets met architectuur gaan doen. Nu, ik was niet zo'n krak in studeren en zo, dus dacht, architectuur is wat te hoog voor mij. Ik ga gewoon voor interieur gaan. En dan ben ik eigenlijk interieur gaan studeren. Dus het komt eigenlijk een beetje van mijn liefde voor tekenen. Maar hoe zit je van interieur naar fotografie gesprongen? Nog een goede vraag. Interieur vind ik fantastisch, maar nog altijd superleuk om te doen. Designen, interieur is ook heel veel tekenen, is plannen tekenen, is schetsen maken, is 3D tekenen, is op Photoshop werken en beelden maken. Dus beelden maken, creëren, vind ik allemaal fantastisch. Ik ben dat dan in de real life beginnen doen en dat bleek dan eigenlijk dat er eigenlijk 80% op de werf zit en maar 20% mocht ontwerpen en tekenen en stoffen werken. Dus dat had ik al vrij snel door mijn eigen uitgemaakt. Goh, op de werf rondlopen en die ondernemers, onderaannemers op hun vingers tikken, het werk opnieuw laten doen, echt streng zijn, echt concreet zijn. Dat is ook veel cijfergericht, detailgericht, offertes. Allee, dat was eigenlijk totaal mijn ding niet in de echte wereld. Okay. Even het creëren vond ik fantastisch leuk, vind ik nog altijd superleuk. Op de werf rondlopen en mensen echt commanderen, echt de baas zijn en daar heel streng over zijn, was veel minder mijn ding. Dat ligt niet in mijn hart. Hij zit dan van je studies direct zelfstandig fotograaf geworden als onderneemster, of hoe is dat dan verlopen? Nee, ik heb eigenlijk... ik heb dus interieur gestudeerd. En als ik afgestudeerd ben, heb ik eigenlijk eerst nog een stage gelopen, een betaalde stage gelopen, voor een architectenbureau.
Ik kwam wel architectuur in, maar ik dacht dat ik ben dat misschien niet zo goed voor. Dus ik word dan toch nog een beetje inhalen in de technische kant bij architect, op een architectenbureau. Dus dat heb ik gedaan. En ondertussen ben ik ook zelfstandig in bijberoep geworden, samen met een collega. En als we toen, ja, toen zijn we eigenlijk begonnen met interieurprojecten op zelfstandige basis uit te voeren. Nu, dat is niet zo goed afgelopen, die samenwerking. Ik denk dat dat een beetje een leerproces is. Dat zeg ik nog altijd. Ik ben ook heel blij dat ik dat mijn jaar heb gedaan eigenlijk. Dat was op zich wel, dat was wel een heel toffe tijd. Dat is ook het begin van ondernemerschap leren kennen. Als ik kijk hoe ik dingen toen heb aangepakt, dat is echt een ramp. Vergeleken met nu. En ik zeg ook altijd, ja, ik heb nu een samenwerking met Jana voor 50 koffie. En de reden dat, eigenlijk die samenwerking zo fout is gegaan, zorgt er wel voor dat ik nu een top samenwerking heb met iemand anders. Omdat je dan daar toch wel terug op kunt reflecteren. Zeg je het dan omdat je dan heel veel lessen over jezelf hebt geleerd? Zeker over mezelf, denk ik. Absoluut. Maar ook vooral over grenzen staan en over dingen zwart op papier, dingen op papier zetten, dingen concreet maken, juiste takenverdeling, alles via e-mail. Als je jong bent en we hadden ook een hele goede vriendschap, dus je vertrouwde, ik vertrouwde haar ook gewoon echt blindelings. Telefoon oppakken en iets zeggen, gebeurt al snel. Er zijn wel een paar dingen dat je echt wel leert als je professionele samenwerking hebt. Business is business en vrienden zijn vrienden. Ja. En dan, dus dat is een beetje verkeerd afgelopen, en dan heb je gezegd, ik ga fotograaf worden. Dan heb ik eigenlijk gewoon gezegd, inderdaad, op dat moment was ik eigenlijk ook al aan het werk op een ander bedrijf. Als grafisch designer heb ik ook nog even gedaan. En gingen wij eigenlijk het punt waar dat bij ons fout had gelopen, is ik ging beslissen om fulltime zelfstandig te worden. Dus ik had ontslag genomen op mijn huidig werk, waar ik eigenlijk een vast contract had en zo. En dan heeft zij besloten om daar niet meer verder te gaan. En dus dan is dat fout gelopen. En dan heb ik eigenlijk twee keuzes gehad. Ofwel ging ik terug voor een baas gaan werken, wat ik verschrikkelijk vond. En wel ging ik gaan uitzoeken wat ik wou doen. Ja. En dat uitzoeken is dan wel geweest dat ik ben begonnen als interieur vormgever. Ja. En ik heb het dan gecombineerd met grafisch werk, met fotografie. Maar dan bleek eigenlijk al heel snel dat mijn hart volledig bij het fotograferen. Oké. Het is niet dat je daar met een externe coach of zo opgekomen bent. Allemaal zelf dan. Nu, grote liefde voor creëren. En waar is dat wel ontstaan? Gewoon. Nu, je hebt al een paar keer 50 koffies vermeld, waar we subiet gaan over babbelen. En ook Jana. Jana heeft een coworking space in Antwerpen voor vrouwen, jonge dames. Hoe zijn je daar in godsnaam terecht te komen? Want gewoon niet in Antwerpen, of gewoon doe niet in Antwerpen? Nee, klopt. Ik was van plan om naar een coworking in Antwerpen te gaan en dan om even te testen. En ik ging dan ook zien om naar een coworking in Gent te gaan, want op dat moment was dat nog niet zo helemaal zeker. Ik ben nooit naar een coworking in Gent geweest. Ik ben hier komen testen op girls mode. En ik voelde mij zodanig thuis bij al die madammen. Dat was zo'n zotte sfeer en dat was zo plezant dat eigenlijk de keuze voor mij direct gemaakt was. En was dat al letterlijk gekomen binnen, die eerste dag, die vibe, die energie zit goed en zegt, this is it? Ja, toch wel. Okay. En op de dag van vandaag, ze zitten nu een jaar ongeveer, is dat gewoon nog altijd zo. Je komt hier binnen en er is gewoon zo'n grote support van die vrouwen die daar allemaal zo'n beetje in hetzelfde schuitje zitten. Zo. Ja. We weten het allemaal niet, maar we willen wel alles kunnen. Maar eigenlijk weten we wel dat we het niet kunnen en elkaar helpen. En dat was echt al vanaf dag 1 dat ik zo gewoon voelde dat er één heel veel interesse was naar nieuwkomers. Dus ik voelde dat ik heel erg welkom was. En ik voelde gewoon dat zo... Ik denk dat ik daar de tweede dag zat en het voelde aan alsof ik er al 3-4 weken zat. Ja. Toen dacht ik, that's it. Dat had ik nodig. Want alleen thuiswerken is niet voor mij weggelegd. En heb zo veel mensen, ondernemers, kan je man of vrouw noemen, die denken van... Als ik kan winnen, dan moet ik per definitie een ander verliezen. En ik ga nu een keer specifiek op vrouwen richten, hè, maar ik wil dat niet voor algemeen. Hè. Maar zo, soms krijg ik soms een indruk zo dat als de een daar succesvol is, dat de ander niet gunt en dat ze dan gaan beginnen roddelen en zelfs de ander gaan clineren en dergelijke meer. Maar bij jullie is dat dus volledig omgekeerd. Oké, dat is zo hoor.
Absoluut, absoluut. En eigenlijk is het ook heel moeilijk om te geloven soms, omdat we dat zelf ook zeggen. Ik denk wel dat het iets is waar dat een beetje naar op zoek gaat, maar dat het soms vaak niet goed afloopt. Ik denk dat we ook wel een beetje met dezelfde type vrouwen zitten hier. Wat is het dan? Diezelfde type vrouwen? Wat is het dan? Ja, we zijn allemaal ondernemend en iedereen helpt elkaar zonder ervoor iets terug te willen. Mm-hmm. Omdat je gewoon voelt dat die oprechtheid gewoon heel erg aanwezig is. Wat wij ook wel vaak gesprekken over hebben, is dat wij ons soms als heel vaak too much voelden in onze vriendengroepen. Of dat als wij op een nieuwe plek kwamen, dat we eigenlijk altijd wel voelden dat we een beetje te aanwezig waren of te luid waren. Ah, of misschien hebben we het een beetje te veel aandacht getrokken. Somehow kwam het al snel ter sprake dat we ons allemaal zo al gevoeld hebben op plaatsen met vrienden. Of dat we een beetje voelden dat we ons eigen moesten... Ja, een beetje... Temperen. Temperen, inderdaad. Dat je zelf die kon zijn, eigenlijk. Ja. Of dat ze volledig zelf zit geweest en als we thuis komen en denken, oh, ben ik niet een beetje too much geweest? Oh, ik denk dat ik een beetje te veel aandacht aan getrokken. Ik heb misschien een beetje te luid liggen lachen en babbelen of zo. En ja, wij kwamen hier toe en wij zijn eigenlijk allemaal vrij luid en vrij aanwezig. maar tegelijkertijd is iedereen ook heel hard bezig met zijn ding en te gaan voor zijn ding. En ik denk dat we daardoor elkaar ook gewoon heel goed begrijpen. Ja. En dat een beetje vergemakkelijkert om... Ja, om er voor elkaar te zijn ook. Ja. Ja. En we zeggen dat nu nog altijd. Maar dat is toch zot, hè? Dat wij zo allemaal zo overeen komen. Zo, dat klopt toch niet? Toch niet. Maar denk je dan ook niet dat zo'n beetje gelijkaardige mensen elkaar aantrekken? Absoluut, dat denk ik ook. Dat zeggen wij, hier ook helemaal op Crossroad ook. Dat je voelt zo van, ja, intuïtief. Hè? Dat zit hier goed, dat klikt hier. En dat je misschien in het verleden, ja, wegens sociale, maatschappelijke normen, dat je dacht, ja, dat zijn mijn vrienden, moet ik daarin passen? Hè? En moet ik me zo gedragen? Terwijl daar, ik kan een keer lekker mezelf zijn. En dat is oké. Okay. Ja, het klopt. En wij voelen dat gewoon heel hard, dat wij volledig, echt 100% onszelf kunnen zijn, hier bij elkaar. Dat we soms nog kunnen voelen dat we dat niet zijn. Dat we ze terug in een oude rol kruipen op het moment dat we bij oudere vriendengroepen zitten. Ja. Ja. Dat zelfs voelen van ja, ik voel toch wel dat ik ze terug in mijn oude rol heb als ik dan toch terug mijn vrienden afspreek. Dat ik een gesprek we vorige week hebben gehad met elkaar. Ja, maar weet je wat dat wil zeggen, hè? Oh ja, wat dat zijn. Ja, maar, ja, dat dat misschien tijd is voor afscheid te nemen van het oude en opstaan voor het nieuwe. Ja, nee, dat is waar, ja, klopt. Nu, wat dan heb je Jan al leren kennen? Want zij runt Growth Mode en dan was dat zo, allez. Ik kon zeggen love at first sight, maar friendship at first sight of soulmates at first sight, zou ik het maar noemen. Of business soulmates, zou je het wel noemen. Hoe is dat verlopen, die relatie? Of die start? Is dat zo, dat eerste gesprek was van, er zit hier meer in? Ja, eigenlijk wel. Ik zat hier echt nog... dat was mijn testweek dat ik aan het doen was. Dus ik had zelfs nog geen contract bij Girls Mode. Ik had Jan, denk ik, 4 keer gezien in mijn leven. En ik had besloten om ergens workshops te geven ook. Voor graphic design in combinatie met fotografie. Dus we gingen gewoon simpele workshops geven. En ik zocht daar dus ook een locatie voor. Dus ik wou ook zien, kan dat in een van de vergaderruimtes, ja of nee? Dus ja, ik heb een meeting met haar gepland. En hij zegt, ja, ik zou graag workshops willen geven. Lukt dat of lukt dat niet? Waarop dat zij antwoord heeft, ja, maar zeg, ik wil dat dan combineren met marketing. Dat zal toch perfect samenpassen? En sinds die allereerste meeting hebben we eigenlijk de handen in elkaar geslaan. En hoe complementair... Jullie zitten waarschijnlijk heel complementair... Met elkaar, ja. Want dat is, het totaal is meer van de som van de onderliggende deel. Het tweede zelfde persoon zijn, dat is niks leuks. Dat kan wel leuk zijn, maar het is die creatie, die spanning soms van die complementaire figuur. Hoe omschrijf je het dan, Jana, tegenover jou? En hoe dat complementair? Zijn het dan meer de visuele madame, die dan zijn meer de marketingvrouw is? Of moet ik dat dan zien? Ja, absoluut. Ik zal misschien ook even beginnen. Ik heb zo'n kleine onzekerheid als mijn Nederlands. Nu niet in spreken of zo, maar zeker... schrijven, e-mails, effectief spreken. Bijvoorbeeld, ja, het 50 kopjes verhaal is voor mij een hele grote brug om te maken. Dat is heel erg uit mijn comfortzone. Comfortzone, ja. Ja, echt heel hard uit mijn comfortzone. Maar dit wat je nu aan het doen bent, is ook uit je comfortzone? Absoluut. Dat is helemaal uit mijn comfortzone. Dus eigenlijk zijn we een klein beetje dankbaar. Maar daardoor groei je wel, hè? Ja.
Dus ik sta open voor groei. Ik heb er geen schrik van om uit mijn comfortzone te gaan. Maar Jana is absoluut degene dat sterk is in communicatie, in spreken, in de telefoon oppakken en die gesprekken aan, allez, die gesprekken voeren. Ja, daar is die echt een kraken. En daar leer ik ook nog altijd heel veel van bij. En ik ben inderdaad, ik ben visueel. Ik ben super visueel. En ook dat super visueel zijn komt ook wel vanuit het standpunt dat ik mij onzeker voel over het Nederlands. Ik wil heel graag dingen vertellen. Verhalen ja. Maar dan lukt mij heel slecht in woorden. Ik kan niet zo goed babbelen. Of ik heb toch het gevoel dat ik het beter in beeld kan uitleggen dan dat ik het met woorden kan doen. Het is me al sinds dan niet opgevallen dat je hier niet goed kunt uittrekken in taal, hoor. Nee. Ik heb me nu al een beetje getraind met de podcast. Maar dat is nog niet zo lang, maar ik voel dat wel taal veranderen. Maar denk je ook niet dat met beelden of met taal, hoe dat je communiceert, dat we non-verbaal, wat is het, 70-80% dat we communiceren, als dat nu via beelden of via taal zijn, dat die intentie, dat onderliggende, dat gevoel wat je daarin steekt, die energie, dat mensen dat voelen of dat authentiek is of niet, en dat eigenlijk het allerbelangrijkste is in communicatie, en niet als je nu perfect Nederlands of perfect of dit. Mijn Nederlands is verre van perfect, zoals dat wel hoort, en I don't give a damn. Nee, ja, dat klopt. Maar dus, en ik heb er nu ook al over te terugdenken, van waar dat komt, die onzekerheid, want ik heb absoluut niet het gevoel dat ik geen Nederlands kan praten. Integendeel, mensen rondom mij zijn dat ook altijd. Maar ik denk dat dat misschien net daarom is. Ik word altijd geconfronteerd met mensen die dat zeggen tegen mij. Amai, je spreekt goed Nederlands. Amai, je spreekt goed Nederlands voor de Marokkaan te zijn. Ah, als je een telefoon oppakt, ja, hallo, is dat met de familie El Mokfi? Ik zeg, ja, hè, daar spreekt hij mee. Amai, jullie spreken goed Nederlands. Zo, eigenlijk hoorde dat naarmate dat het opgroeit als een allochtoons meisje of een Marokkaans meisje. Heb ik heel vaak gehoord van, amai, je spreekt goed Nederlands. En ik heb altijd een beetje het gevoel dat mensen mij valideren op basis van mijn Nederlands. Of dat ik dat wel goed kunt. Ik zeg niet dat dat zo is, hè. Dat is een beetje het gevoel dat ik voor mijn eigen gecreëerd heb. Ja. Ja. Ja, ik vind dat... Ja, ik snap het wel, hè. Maar en toch, dat is een beetje brug naar de volgende vraag. Is eigenlijk, ik heb daar de podcast beluisterd met Carleen Kavens. En op een bepaald moment... Alle twee babbelen jullie over persoonlijke ontwikkeling. En in persoonlijke ontwikkeling, een van die zaken dat je gaat onderzoeken over jezelf, is limiterende, beperkende overtuigingen. Hè? Ik heb dat ook gehad, het heeft ooit iemand gezegd, hij kan niet zingen. Ik heb dat heel hard geloofd. Hè? Totdat ik het effectief lessen genomen heb en ik dacht van, tja, ik kan blijkbaar wel zingen. Of ik kan geen YouTube doen, of ik kan niet spreken. Terwijl ik tot mijn 18 een super stille en introverte persoon ben. Moeilijk te geloven, maar dat is zo. Dat persoonlijke ontwikkeling, hoe hard ben jij daar in het mee bezig? Heb je dat ontdekt door Jana? Of was je ervoor daar al mee bezig? Of is dat door 50 koffies dat op een keer een wereld voor jou opengegaan is? Ik heb dat sowieso wel... Ik ken het al van ervoor, maar ik heb het wel echt ontdekt door Jana. Ja, Jana is daar heel hard mee bezig. En we hebben dan ook besloten van oké, als we gaan samenwerken, is het misschien niet slecht om dat dan allebei te doen en te zien hoe dat wij onze samenwerking zo goed mogelijk kunnen maken. Jana zelf is geaccrediteerd in Insights. Dus zij heeft mijn product ook afgelegd. En daardoor heb ik het wel ontdekt, maar ben ik er ook al veel meer mee bezig, doordat je eigen wel veel meer begrijpt. Ja. Hè? Ja. Dat is wel een hele grote eye-opener voor mij. En dat gaf voor mij ook wel een beetje weer waarom dat dan bijvoorbeeld vorige samenwerkingen dan verkeerd zijn gelopen. Ja. Of waar dat het echt wringt bij mij. En je kunt dat zelf soms moeilijk snappen, maar door zo'n profiel snapte wel veel, begrijpt het wel veel beter welke dingen bepaalde reacties uitlokken bij je. Ja. Of hoe dat je in elkaar zit, omdat je met een bepaalde persoon beter kan samenwerken dan met anderen. Je hebt zo van die mensen die... Ik ga zeggen, ze komen nergens toe en die gaan direct vragen aan die bepaalde persoon, kan ik je dat of dat doen? Want die andere persoon heeft dan misschien liever dat je dan eerder zo wat chit-chat doet en eens geweest van het weekend. Terwijl je zelf zo niet bent en dat je zo redelijk direct bent, kan dat bij sommige mensen wel heel confronterend overkomen. Dat is nu nog zacht uitgelegd, hè, wat ik bedoel. Nee, maar dat klopt absoluut. En ik denk dat daar de meeste communicatie van gebeurt bij mensen. Ja, dat is dat. En dat heeft dan eigenlijk niet veel met taal te maken. Hè. Dat is eerder met... Noem je dat met stijl of ja, jezelf kennen, zou ik maar zeggen. Hè? Nee, ja, dat klopt absoluut. Ja, dat is inderdaad niks met taal te maken. En het is gewoon dat taalgebeuren is iets van jongs af aan dat het een beetje meeneemt. Op zich zet ik me daar ook wel over.
Maar inderdaad, je eigen echt leren kennen en je de manier waarop je communiceert vooral leren kennen, is denk ik nog het allerbelangrijkste dat je meeleert uit zo'n een profiel. Ja. Dat vond ik heel belangrijk. Ik let nu 3 keer meer op mijn woorden als ik iets zeg tegen iemand. Of als ik echt communiceer of het oneens ben met iemand, dan let ik 3 keer harder op met hoe dat ik dat ga communiceren naar de persoon. Afhankelijk wie dat er voor mij zit. Ja. Dat is wel een grote verandering geweest. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je dat door dichter bij jezelf komt, wie dat je echt bent? Absoluut. Denk je niet dat dat het belangrijkste is? Dat je echt kan... jezelf ontplooien of jezelf tonen, manifesteren wie dat je echt bent, in plaats van een of ander mens te zijn op basis van allerlei opinies van iemand anders die zeggen hoe dat jij bent, of dat ze denken hoe dat jij bent, of dat je moet gedragen? Ja, dat is wel waar, maar ik denk bijvoorbeeld bij mij, ik kon misschien een bepaalde reactie gegeven hebben aan iemand over een bepaald onderwerp of dergelijke, waarvan ik niet goed begreep van waar dat kwam, die reactie. Dus nu dat ik weet van waar bepaalde reacties komen of hoe dat andere bepaalde mensen reageren en een reactie geven, vind ik het van mijn eigen een hele grote groei geweest. Ja. Dat ik mijn communicatie aan die persoon kan aanpassen, gewoon omdat ik weet waar dat komt. Ja. Maar inderdaad, dat komt misschien wel op hetzelfde neer dat je zegt, je kent je eigen beter, je weet wat dat die reactie gelokt heeft. Ja. En je kunt ook iets meer relativeren. Ja, dat is misschien omdat als er iemand een bepaalde reactie heeft en dat triggert dan bij jou iets, een soort, noem je dat, een bepaald patroon, waarbij dat je bijvoorbeeld ontploft of omdat je, godverdomme, wat is dat hier, dat meer zegt over jou dan eigenlijk over die persoon. Hè? Omdat dat misschien, ik dat je zelf zegt, een stuk onzekerheid of bepaalde trauma's of iets blokkades of whatever dat ook mogen zijn, dat die andere persoon... Eigenlijk is de bedoeling dat een andere persoon iets zegt tegen jou, dat je eigenlijk niet getriggerd wordt of dat je niet uitbarst, maar dat je zoiets hebt van, oké, dat is een opinie. Ga ik daar nu op reageren? Of ga ik dat nu gewoon laten voor wat dat is? Dat is zijn opinie, maar dat is not my truth. Mm-hmm. Nee, absoluut. Dat is helemaal waar. En dat ook nog een grote zoektocht is. Ik ben er niet bezig, maar ik denk dat doorheen de jaren dat altijd maar... En hoe jong ben je? 27. 6, dat is Jana. Ik ben 45. Ik kan je verzekeren... ik kan je verzekeren dat er is nooit een eindpunt dat je zegt van, hier ben ik. Dat is iets dat je continu dient aan te werken. Nee, en het is een reis. En die bestemming is de reis. En dat is toffe er ook van, hè. Dat stopt niet. Absoluut. Nu, hoe is dat dan ontstaan? Op een bepaalde dag zitten jullie dan samen een koffietje te drinken in de ankerrui met Jana. En hij zegt, 50 koffies, we gaan een podcast gaan starten. Hoe is dat eigenlijk ontstaan, dat idee? Dat is absoluut niet zo ontstaan. Misschien, ik ben wel een beetje... ik weet niet of je de organisatie Seed at the Table kent. Die is opgericht door Youssef Kobo. Nee, ik ken het niet. Ook een boeiende man, trouwens, heel boeiende mens, met een heel, heel, heel groot netwerk. En werkt ze ook in Girls Mode of zo misschien? Nee. Ah, oké. Okay. Ja, in Girls Mode. Maar ik zit meer in die organisatie en eigenlijk de founder van die organisatie, die heeft eigenlijk op een podium een keer verteld dat hij heel graag, dat hij eigenlijk gewoon aan random mensen vroeg, hey, wil je een koffie drinken met mij? En dan ging hij daar koffie mee gaan drinken. Dat is mij heel erg bijgebleven. En op het moment dat wij dan eigenlijk die workshops gingen lanceren, Jana en ik, zei ik, ja, eigenlijk, er is iemand die gewoon zei dat hij gewoon op de koffie ging met mensen en dat dat eigenlijk 90% van de tijd wel lukt. Dus Jana en ik dachten, oké, als we dit zo goed mogelijk willen uitvoeren, laten we dan gewoon op koffie gaan met mensen. Eerst is dat met mensen rondom ons geweest, gewoon ondernemers rondom ons. Maar we wilden ons eigen blijven challengen. Dat is nog wel eigen aan Jana en ik. Maar we hadden besloten van oké, als we echt het beste willen neerzetten, dan gaan we ook met een top van België op koffie moeten gaan. Dat is ook effectief van waar we begonnen zijn. Dan gingen we gewoon op de koffie bij Geert Noos en zo. De allereerste koffie was echt gewoon een koffie op Econopolis. Dat we daar naartoe gingen voor een koffie te drinken. Zonder enige planning van een podcast te willen opnemen. Maar dan kwamen we wel een keer Tom de Kok tegen van MLM. Ja. Op een eventje. En we dachten, ja, dat is het moment. Hè. We gaan op de radio. Hè. We gaan gewoon zeggen dat we met ons projectje, of met ons koffietjes, ergens op de radio willen komen. Of misschien kunnen we daar iets van een boek mee doen. Waarop hij zei, ja mannetjes, allemaal goed en wel,
Maar als jullie nog niks hebben, als dat gewoon een verhaal is, kan ik niet veel betekenen voor jullie. Weet je wat? Neem een podcast op, zie dat het professioneel is en dat geen, hoe zeg je dat? Dat niet neerbuigend is tegenover radiomakers. Ja, tuurlijk. Ja, en als je dat gedaan hebt, komt dat maar een keer terug. Dus ja, Jana en ik dachten, ja, oei, met beide voetjes terug op de grond, heeft eigenlijk wel gelijk. We hebben helemaal niks. We zijn een keer een paar keer koffies gaan drinken en we denken dat we het hier al gedaan hebben. Dus dan zijn wij teruggekeerd. En heel toevallig kregen wij toen, die week of de week nadien, een berichtje van kennissen hier in Antwerpen. Die dan zeiden, hey, zeg, hebben jullie geen zin om een podcast op te nemen met jullie concept, dat jullie koffies gaan drinken met die ondernemers? En ja, dan zijn we erop gevlogen. Dan is eigenlijk de podcast ontstaan en we hebben gezegd, oké, let's do this. Als Tom de Kok het zegt dat we het moeten doen en er komt hier plots iemand vragen of we een podcast willen opnemen, is dat wel het teken dat we daar moeten beginnen. En als je zo nu terugkijkt, we zijn nu eind mei, als je nu terugkijkt, we zijn in februari begonnen ongeveer. Maar een groot lancerings-event had. Ik heb mijn vrouw dat trouwens naartoe gestuurd. Nu, als je nu terugkijkt op die 3-4 maanden, wat is er zo een les dat je geleerd hebt, zo dat je denkt van moest ik het opnieuw doen? Bijvoorbeeld, social media, moet er heel veel tijd in steken of ja, ik weet het niet. Wat zou je opnieuw doen? Ja, een les dat je geleerd hebt, dat je echt zegt van dat wist ik nu niet. Dat is nu wel een heel belangrijke dat ik geleerd heb. Ik denk dat wij onszelf blijven overschatten. Soms? Overschatting. Ja, dat je denkt, we krijgen dat allemaal wel gedaan. En als het puntje bij het paaltje komt, dan is het dus wel 10 uur bezig en is het misschien nog niet afgeraakt. Dat is wel een les. We zijn daar nog altijd super hard aan het werken. Maar ik moet dan een keer goed nadenken. Ik heb zodanig veel geleerd de afgelopen maanden. Noemt er dan 3 op. Ja, wel. Ik denk sowieso dat wij dus dat overschatten is dat we hebben leren uitbesteden en heel snel kunnen schakelen van oké, dit zijn onze sterktes, dit zijn onze zwaktes. En we gaan onze zwaktes volledig gaan uitbesteden. Ja, Jana en ik zijn allebei, eventjes terug naar insights, Jana en ik zijn allebei gele en rode profielen. Dus heel creatief, heel uitvoerend en tjak, tjak, alles moet snel en vooruit gaan. Maar we hebben heel weinig blauwe energie. Dat wil zeggen dat we niet zo goed zijn in analytische berekeningen maken, details uitwerken, administraties, zijn we allebei geen krakken. Dat weten we heel goed van onszelf. En dat hebben we ook al bewezen dat we daar slecht in zijn. Dus zo, dat allemaal uitbesteden en ons focussen op waar we goed in zijn, is een hele goede les. Dat we aan het leren zijn, dat we al toepassen, maar ja, uiteindelijk, we zijn daar echt nog volop mee bezig, vind ik. Ik denk dat dat wel de grootste lessen zijn. En vanuit jouw standpunt, Nadja, so, your dream guest, Beyoncé. Wie is er zo voor jou? Wie zou je nog een keer in België en in de wereld willen? Want ze, of vrouw, man, maakt het niet uit, hè? Wie is er zo voor jou? En mag zo crazy zijn dat je wilt. Ja, ik zeg wel, ja, een Beyoncé is een beetje voor de hand liggend, maar ik vind dat wel zo. Er is ook één regel van Beyoncé dat ik altijd toepas, waarbij als ze zegt, als er iets gebeurt in mijn leven, heb ik maximum 24 uur tijd om mij er slecht over te voelen. Ik sta ook altijd zo rond te zeggen tegen iedereen als iemand dan meer slecht voelt op Girls Mode, heb maar 24 uur voor je slecht te voelen, zeg bij ons, en daarna moet je er terug bovenop. Dat is wel iets wat ik probeer toe te passen in mijn leven, echt. En gewoon doorzetten. Ja. Echt. Maar dus de top, de droomgast, mijn gast Beyoncé, nog iemand? Want ik heb dat nu gezegd, Beyoncé. Ja, je hebt nu Beyoncé gezegd, ja, naast Beyoncé willen we nu. Ik vind het wel een beetje, ik vind zo, Beyoncé is zo de character-wise, dat ik zo, oké, gaan en daarvan leren. Als ik moet denken over een topgast waarover dat ik in gesprek wil gaan, dan is het Michelle Obama. Ja, oké. Nou, verwondert me niet, hè. Ja. Dat is zoveel, hè. Is dat gekomen door die Netflix-documentaire, of was dat ervoor al? Nee, ervoor al, want ik heb hem eigenlijk nog niet gezien. Shame. Ik moet hem nog zien. Nee, ik hoor dat dat verschrikkelijk moeilijk is geweest voor haar om die positie ook in te nemen. En dat mensen misschien wel onderschatten wat voor sterke vrouw moet zijn om daar dan effectief te staan. Ik denk niet dat het zo makkelijk is om supporting te zijn. Ik denk dat het een hele moeilijke taak is en dat hij dat heel goed gedaan heeft. Ja, ja. Nu, moest je zo kunnen terugkeren in de tijd. En wat moet Nadja, die 14, 15, 16 is, wat hij nu weet, wat zou je haar dan vertellen dat ze moet doen? Van tips? Helemaal,
dat het helemaal oké is om zo uitbundig van het leven te genieten. En moest je... Sorry, ik heb je onderbroken. Wat zeg je? Dat wil ik haar echt wel meegeven. Ik heb mijn eigen altijd veel te veel ingehouden, omdat ik dacht dat anderen vonden dat ik een beetje too much was. Ja. Allee, zo jammer. Ja, ik vond dat ook. Dus ik ben content dat je dat nu al weet. En dat je dat niet ontdekt dat je 40 plus bent. Ja, ik ben super content. Ja, zeker het laatste jaar is voor mij vlak van persoonlijke ontwikkeling en echt goed in mijn vel zitten en gewoon gaan wat ik zelf niet tegen heb, zijn bij mij de laatste 2 jaar echt enorm goed geweest daarvoor. Ja, heel veel dingen. Dat wilde ik zeggen, dat je, moest je in dezelfde sociale kring gezeten hebben waar je eigenlijk opgegroeid bent, dat je niet zo ver zou gestaan hebben als persoon of als eigenlijk als business. Goh. Ik weet dat niet zo. Omdat, ik geloof persoonlijk wel dat jij het product bent van de 5 mensen die je omringt. Dus dat je inderdaad in een omgeving zit, nu bij Girls Mode, die je echt qua business enorm ondersteunen, upliften en aan jezelf kan zijn. En dat je eigenlijk kan als een bloem openbloeien. Hij zit dan in een omgeving waar je dat niet kan. Ja, maar dat is waar. Maar ik denk misschien ook dat dat aan de leeftijd ligt. Als je jonger bent, wat je iets meer dat iedereen je leuk vindt. Als je door de puberteit gaat, dan wil je al vrienden zijn met iedereen of zo, denk ik. Dat dat misschien wel daaraan ligt. En naarmate dat je ouder wordt, groei je daar ook wel een beetje uit. Dan vind ik het niet meer zo interessant of dat mensen je wel of niet leuk vinden. Dus ik denk dat daar ook mee te maken heeft. En dat dat heel veel persoonlijke ontwikkeling is. En inderdaad, nu terechtkomen op zo'n plaats, is uiteraard, ik denk dat ik zeker 5 jaar error en trial van mijn business heb overgeslaan, zodat ik met die vrouwen samen zit en dat ik die hulp krijg. Maar ik denk vooral ook dat dat een beetje te maken heeft met je eigen ontwikkeling als persoon zijnde. En ik zelf zeker dat je jezelf voelt in je vel. Ja. Ik denk dat ik me ook gewoon veel zelfzekerder voel als dat ik mij 5 jaar geleden voelde. Het is misschien een raar term, maar eigenlijk is zelfliefde. Het is echt zelfliefde, denk ik. Absoluut. Ja. Nee, maar het klopt wel. Nu, we zijn in een andere tijdperk opgegroeid. Toen ik 18 was, gsm's, dat was nog heel beperkt. Het internet was net aan het ontstaan. Je was al content dat je een e-mail kreeg op de universiteit. Denk je dat sociale media voor jou dat ook een stuk bepaald hebben? Zo Instagram en van die perfecte foto's en dergelijke meer. Dat beeld bepaald hebben? Of denk je dat dat totaal niks mee te maken heeft? Nee, ik denk dat ik dat je dat net niet hebt meegemaakt. Ik heb... nee, en ja, of misschien ook wel. Ik ben altijd een vrij mager geweest. Dus bij mij is het altijd over mijn karakter geweest dat ik mij misschien wel slecht voelde. En nooit bijvoorbeeld over het uiterlijke. Bij mij dat social media beeld of het perfecte beeld op de cover of zo, dat heeft voor mij nooit iets gedaan. Want ik was altijd degene die dat te mager was en die er eigenlijk heel veel wou bijkomen. Dus ja, mijn grootste struggle is eigenlijk altijd wat kilo's bijkomen in plaats van kilo's afvallen. En dan onderschatten veel mensen denk ik ook. Maar ja, als je op een bepaalde leeftijd door het CLB ondervraagd wordt omdat ze denken dat je misschien anorexia hebt of dat je eetstoornis hebt, terwijl dat eigenlijk wel een onzekerheid is en dat je heel graag kilo's wilt bijkomen. Dus voor mij is dat social media is voor mij nooit een onzekerheid geweest. Ja. Nu, als je nu kijkt, we hebben het net over gasten gehad, over op 50 koffies, want trouwens gereed daar ook heel veel van, hè, van die gesprekken. Allee. Absoluut, dat is een ondernemingsschool. Ja, maar dat is. maar ook persoonlijk, hè, over wat ik geloof echt dat wie dat je bent, dat je business en entrepreneur, dat je daar een extensie is van wie dat je bent. Absoluut, dat denk ik ook. Nu, zijn er zo mensen, rolmodellen, naar wie dat je opkijkt? Allee, dat mag lokaal zijn, dat mag gelijk wie zijn, dat je echt zegt van, dat vind ik een keer een voorbeeld voor mij qua business of zo, of als persoon? Ik denk dat ik naar weinig mensen opkijk qua business, maar dat is misschien omdat ik gewoon wel van de mindset ben dat ik ga gaan. Ik ga het ooit wel bereiken, ik geloof daar heel hard in. Mm-hmm. Dat, ik manifesteer dat ook, ik weet waar ik wil staan binnen zoveel jaar en ik weet dat het mij gaat lukken. Maar ik koppel dat niet per se aan wat iemand anders bereikt heeft op businessvlak. Maar wat ik wel heel hard naar opkijk, is... Ik heb 6 zussen. Maar een van mijn zussen, die is echt zo mentaal sterk en zo
zo correct, zo lief, maar toch heel straightforward. Ja, die kan zo iedereen vergeven, zien iedereen het goede, zonder dat dat een slechte invloed heeft op haar, al die dingen. Ik vind dat hij dat fantastisch doet. En ik kijk daar enorm naar op, naar hoe dat zij dat eigenlijk doet. Zij haalt echt het beste in de mens naar boven. Als ik als bijvoorbeeld een discussie of zo met iemand zou hebben, is ze de eerste voor mij op te bellen om te zeggen, nou ja, je moet je telefoon pakken, je moet daar rustig over babbelen. Je moet... ja, dat is altijd... Ja, en dat is fantastisch dat hij in mijn leven zit ook. Mm-hmm. En dat hij mij daarop wijst, zo. Ja, een beetje spiegel. Ja. En ik kan me dan altijd zo heel slecht voelen als ik zo over iets lulligs kwaad ben geweest of zo. Is dat echt de juiste persoon om tegen mij te zeggen, nee, just, pak een keer gewoon je telefoon in. Dat maakt toch niet uit, dat is zo erg niet. Ja. Ik merk dat je heel hard werkt, er keihard voor gaat, heel veel passie hebt. Je hebt dan net ook het woord manifesteren in de mond genomen. Dat manifesteren, dat klinkt voor mij nogal heel een beetje law of attraction toestandachtig. Ja, dus ik kan ervan uit dat je daar ook in gelooft en dergelijke meer. Nu, heb je dan bepaalde dingen dat je doet of bent, 's ochtends of 's avonds of zo? Heb je dan zo bijvoorbeeld een soort gratitude, hoe noem je dat, mechanisme, dat je bijvoorbeeld zegt van kijk, vandaag ga ik mijn dag gaan visualiseren of ben ik dankbaar voor 5 dingen, bijvoorbeeld hè, ons gesprek nu bijvoorbeeld, het feit dat de zon schijnt, het feit dat ik 50 koffies mag opnemen met Jana. Heb je dan ook zo'n praktijk of vind je dat complete bullshit? Ik vind dat geen complete bullshit, maar ik ben, naast het feit dat ik geloof in de law of attraction, ben ik ook wel heel gelovig. Mm-hmm. Dus ik ben wel heel islamitisch opgevoed. Ik ben nu bijvoorbeeld ook aan het vasten en niet aan het eten. Ik doe mee met de Ramadan. Maar ik bid ook elke dag. Okay. Ik bid 5 keer op een dag. Dus mijn dag begint 's ochtends met een gebedje en eindigt ook met een gebedje. En uiteraard zijn er wel de momenten waarop dat terugreflecteert op een dag. Ja. Eventjes stilstaat. Dingen wenst te hebben en de mensen rondom u beschermt en dankbaar zijn voor al hetgeen wat je hebt. Ah, dus super. Daar ben ik wel heel lang mee bezig. Ja, absoluut. Ah, super, 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 super. Ja, ja. Lees je? Graag, maar te weinig. En lees je dan fictie of non-fictie? Non-fictie. Eigenlijk hangt het er een beetje vanaf. Ik lees eigenlijk op basis van wat mensen mij misschien een beetje aanraden. Ik weet wat dat goed is. Eigenlijk fictie ook, hè. Maar pak dan non-fictie. Wat zijn dan de 3 boeken dat je zegt van dat heeft mijn leven veranderd? Of dat vind ik een superboek? Oei, wacht, ik ben ook heel slecht in titels en zo, hè, want ik lees niet superveel. Van de schrijver, dat je zegt van die... Ja, de boek wel. De 50 Shades of Grey is mij wel bijgebleven. Het boek dan, want de film vond ik super slecht. Hmm. Maar 3, dat is moeilijk. Nee, maar dat is goed, ja. Ik bedoel, ik had die vraag ook gesteld aan Jana. En zij noemde een boek op van Louise Hay. Er zou ook kunnen zijn dat hij zo'n bepaalde boek hebt. Ik heb zelfs zo'n boek van Jan Bommeré, Flow. Ik kijk gewoon, dat heeft mijn leven veranderd. Dat is de basis van dit hier allemaal. Dus, ja. Ik heb nog geen boek echt te lezen dat ik zeg, dat heeft mijn leven veranderd. Ja. Maar ik ook nog niet tegengekomen. Misschien daarmee dat dan ook niet zo bij blijft. Ja. Nu, binnen 10 jaar, wie is Nadia? Wie is Nadia? We kunnen nadenken, hè? Ja. Ik weet het wel. Hè. Ik hoop dat ik... Ik ben iemand die dat de dag van vandaag al heel hard aan mijn agenda probeert te werken. Dat ik geen overwerkte... dat ik gewoon niet super overwerkt ben binnen 10 jaar. En dat ik alleen maar een carrière voor ogen zie. Want ik ben wel iemand die heel graag mama wil worden. En heel graag een heel warm nestje wil. Een gezinnetje wil. En ik ben ook zo opgegroeid in een grote familie. En ik vind dat fantastisch. Ik heb daar een heel, heel grote liefde voor. Dus het is even belangrijk als mijn carrière. Dus ik wil dat ook wel... ik zie mijn eigen, hopelijk. Ja, er is nog niks, maar hopelijk binnen 10 jaar heb ik dat wel. En wat dat ook perfect te combineren met een business met Jana eigenlijk. Ik hoop ook dat binnen 10 jaar Jana nog eens mee staat in de zaak. En 50 koffies. Aan het begin van het gesprek heb je verteld van oké, met die podcast start. Dat wordt je hoofdjob, zeg maar, of je hoofdbron van inkomsten.
what's next? Hoe gaat dat evolueren? Ik kan nu ditgene vertellen wat Jana mij verteld heeft, omdat ik het al weet, maar ik wil het uit jouw mond horen. Ik weet ook niet zeggen wat ik wel of niet kan zeggen nu eigenlijk. Maar 50 Koffies wordt al veel groter dan enkele podcast. We zijn absoluut bezig met een heel leuk platform uit te bouwen. Met verschillende takken onder. Dat zeker nog 10, 15 of 20 jaar zal meegaan. Of dat is toch wat we hopen. De focus ligt echt op lange termijn en voor de rest van ons leven dit project te doen. Als dat lukt, uiteraard. Maar ik weet niet zo goed wat ik al wel of niet mag zeggen, eigenlijk. Ik vind het interessant wat hij vertelt. Nu, wat is er voor jou zo... Dat is denk ik de laatste vraag eigenlijk al. Zo'n enorm crazy droom. Zo echt iets zots dat je zegt van... Ja, weet ik veel, hè. Misschien wel een keer gaan shaken op een of ander podium met Beyoncé of zo. Of meespelen in een of andere Bad Boys 5 of zo. Weet ik veel. Nee, daar is denk ik mijn allergrootste ambitie ligt om... Crazy, hè? Droom, hè? Crazy. Oh, ja. Zeg maar, kan je een droom? Zeg maar, ambitie? Ja, ik wil heel graag, idealiter wil ik heel graag een eigen project, een eigen atelier voor ambachten in Marokko hebben. Oké. Waarmee dat er van alles gecreëerd wordt met al de Arabische en Islamitische kunsten. Geometrie en dergelijke, vind ik echt fantastisch. En dat is zeker nog een weg dat ik denk, mijn grootste droom heb ik daar een atelier waar dat iedereen aan het creëren is, waar dat al die kunst terug naar boven komen en iedereen dat uitvoert. En ja, dus voor mij, Allee, de thought, het gedachte is uitgezet, hè? Nu moet je dat wil doen. Ik moet dat gewoon een paar keer op een jaar uitspreken in de hoop dat dan ook wel een keer waar wordt gemaakt. En daarover gesproken, heb jij een vision board of zoiets? Ik moet zeggen, het is al van 2 jaar geleden. Mijn laatste vision board is niet zo goed eigenlijk. Ik zal het voor nu nog een keer moeten opnieuw maken. Kijk. Ik visualiseer het wel altijd. Ja, maar ja, het is dat. Dat is het belangrijkste. Hè? Ik heb wel altijd mijn top 3. Ik probeer altijd mijn familie, mijn zussen naast mij dicht te houden. Die blijven wel mijn grootste inspiratiebron en steun. No matter what. En mijn cultuur. Ik zeg altijd later, nee, dat ik zeg, mijn grootste ambitie is om mijn roots volledig te verwerken in wat ik doe in het dagelijkse leven, daar trouw aan te blijven, mijn liefde daarvoor te kunnen uiten. Dat is echt mooi. Dat is echt zo. Ja, dat is wel heel belangrijk voor mij. Er zijn ook altijd veel mensen die dat zo niet verwachten, omdat ze zo... Ja, ik denk dat je veel te horen krijgt. Ah, jij zit hier van de goeie, of jij zit een uitzondering, of jij zit niet zoals de rest. Van wat komt dat in godsnaam? Is dat echt zo divers? Dat is super, ja. Dat is, en eigenlijk krijg je dat al van een heel jonge leeftijd mee. Zeker het rootsgedeelte, het Nederlands spreken, zo van die kleine dingen. Je hebt dat totaal niet door op jonge leeftijd, maar nu dat ik ouder ben en ook mijn eigen veel beter ken en ik volg ook coaching. Ik ben ook bezig met het persoonlijk leiderschap heel erg. Waardoor je eigenlijk terug op zoek gaat naar van waar komt dat eigenlijk? Of waarom voel ik mij zo onzeker over mijn Nederlands? Als je dat zo wat begint op te graven, dan denk je, ik heb dat 1000 keer woord gekregen in mijn leven. Nee? Maar ja, klopt, hè. Ik denk dat... denk je ook niet dat je identiteit, wie dat Nadja is, dat eigenlijk, kan je zeggen, tot voor kort, voordat je startte met gans dat... Search inside yourself, dat eigenlijk niks anders is dan opinies door je eigen cultuur, door je roots, door de omgeving, vrienden, scholen, opleiding, dat ze je gewoon verteld hebben. En je hoort dat zodanig veel, zeker als kind. Hè? En toch ga je dat geloven dat je dat bent. Ja, terwijl dat je dan nu in de fase zit dat je afvraagt, wat wacht een keer? Dat zijn allemaal labels. Wie zegt er dat ik dat wil geloven dat dat mijn label is? En je kunt dat heel ver gaan trouwens. Hè? En dan betekent dat eigenlijk ook dat je voor jezelf kan zeggen van dat ben ik en dat wil ik niet zijn. En je kunt eigenlijk bij wijze van spreken jezelf gaan heruitvinden. Nee, dat klopt volledig. Ik denk dat het daar de naam op de kop staat. Dat vind ik eigenlijk wel jammer voor te horen, dat je dan dat je dat jezelf eigenlijk in je eigen weg staat. Want zo kan eigenlijk de bloem niet groeien naar de zon. Ik denk dat dat vroeger wel veel zo geweest is. Ja, uiteindelijk nu zit je daar al een paar jaar over. Ja, je zit er wel over, hè. En je begrijpt dat ook veel meer.
Maar je komt wel op een punt in je leven dat je zo je blokkages niet zo goed begrijpt. En als je dan gaat gaan terugkeren, dan merk je wel een beetje van waar dat die komen, die blokkages. Ja. Betrapt je daar nu nog op. Als ik iets fout doe en je komt ergens binnen, denk ik, ah nee, ze gaan weer denken dat de Marokkaan iets fout heeft gedaan of zo. Ze stomme dingen, maar ja, soms hou je me dat wel mee. Ja. Dus ja. Ja, dat is jammer om te horen. Het is nog wel een beetje dramatischer ze nu, maar... Pas op, iedereen heeft dat, hè. Onderschat dat niet, hè. Elk mens heeft dat. Hè. Als je nu Marokkaan zit of niet, bijvoorbeeld bij mij kan dat zijn omdat ik ooit daar in West-Vlaanderen geboren ben, terwijl ik daar niks mee te maken heb. Dat kan zijn omdat je in een familie geboren bent die geen geld heeft, die veel geld heeft, die middelklasse... Ja. Allee, dat kan zijn dat je in een bepaalde school bent geweest. Dat kan... Ja, ik ben zelf heel veel gepest geweest. Hè. Ik heb al lange tijd gedacht, hè, mijn ogen die staan scheel, mensen gaan dat direct zien. Toen ik Alicia Keys zag, 2 jaar geleden, dan dacht ik van, damn, dat is een schoon vrouw mens. En ik dacht, die heeft dat ook. Hè? En ik vond dat schoon aan haar. En ik dacht van, ja, misschien moet ik mezelf ook op die manier gaan bekijken. Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus, en iedereen heeft dat. En dat, kijk, ik ben nu 45, dat blijft, dat stopt die. Maar ik weet wel één ding, als je daar niet mee begint, denk ik dat dat je eigen belemmert om echt een gelukkig leven te kunnen leiden. Ja, dat denk ik ook, absoluut. Ja. En alles uit leemtaal. En denk dat je in andere gevallen een beetje op een autopilot een soort aan het overleven bent. Hè? Ik sta op, ik ga een ontbijt maken, ik ga mijn werk geven, mijn uren af aan een of andere baas, dat ik geen hoesting heb om dat te doen. S'avonds komt dan terug en hopelijk in het weekend, maar dan een keer volledig kapot zuipen of zo. En ik ben nu echt wel een zwart-wit aan het denken. Ja, maar dat is waar. Hè. Dat is helemaal waar. Ik vind dat zo belangrijk, gewoon je persoonlijk leiderschap, gewoon weten wie dat je bent, op zoek gaan wie dat je bent, want het is niet altijd evident om te weten. Ik denk ook dat dat met de jaren verandert en dat je daar altijd opnieuw naar op zoek gaat. Dat is in mij ook echt het belangrijkste geweest. En ja, ik zie heel veel vrienden of kennissen rondom mij die dat absoluut, die dat hun job haten, die dat verschrikkelijk vinden, die dat een sleur, die tellen elke dag af dat het weekend is. Ah, dan denk ik, dat is de haar, hè? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, zondagavond, ze krijgen stress, oh shit. Hè? Ik bedoel... Ja, allee, ik kan me dan niet inbeelden dat dat je doel is, dat je rondloopt gewoon altijd verlang naar vrijdagavond. Ja, nee, klopt, absoluut. Ik kan me dat ook echt niet inbeelden. Ja. En de truc is dat we eigenlijk allemaal maskers dragen en naarmate dat je ouder wordt en dan mee bezig bent, dat je die maskers loslaat. Ja. Dat is waar, absoluut. Dus ik in een ajuin dat je aan het spellen bent en dat je naar die kern komt voor, hè, wie ben ik nu eigenlijk? Nee, dat is helemaal waar. Dus, dat heb je niet verwacht, hè? Nee? Dat heb je niet verwacht, hè, in dat gesprek nu? Goh, ik weet niet. Ik heb ook niet bepaald, ik heb ook echt niet veel verwacht. Allee, niet dat ik geen verwachting had, maar zo, ik wist echt niet waarop dat ging gaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon mee met de flow en dat is zie wat er gebeurt. Dus niks als schoner is dan de flow, hè? Nee, dat is waar, absoluut. Zeker. Hij zit dan wel weten als creatieve... Kan je zeggen, artiest? Ja, nee. Dat is in dat moment zetten waarbij dat de dans wordt, of waarbij dat je één wordt met dat moment, en dat je alles vergeet, wat je bent, locatie, tijd, met wie dat je bezig bent, maar dat je zo opgaat in dat moment. Ja, absoluut. Dat is het mooie aan creëren ook, hè? Terwijl dat alleen de zijnstaat is van baby's, hè? Dat is eigenlijk de bedoeling. Hè? Die zitten zo, ik heb een zoontje van 3, er is een zoontje van 3 in mijn leven. Die jongen is niet bezig met wat andere mensen van hem denken, hoor. Dat hij nu goed of niet Nederlands babbelt, dat interesseert hem niet. Het wordt dus een beetje aangeleerd om te luisteren en braaf te zijn en de richtlijnen te volgen en te luisteren naar wat de grote mensen zeggen. En ja, ik zeg ook altijd, ik ben absoluut geen fan van hoe dat schoolsysteem in elkaar zit. Nee, dat was hetgeen wat Peter Hinsen trouwens vertelde daar in Antwerpen. Dat was fantastisch, wat hij hem vertelde. En daar geloof ik eigenlijk ook in. Het schoolsysteem, dat gaat over 2 dingen. Taal en wiskunde. En wat je dan niet inpast. Ik heb heel mijn leven aan een gitarist worden. Maar ja, mocht dat toch niet doen en bla, bla, bla. Ik doe dat nu wel. Maar, allee, bedoel, als dat nu hetgeen is wat ik hier kom doen, muziek maken bijvoorbeeld. Waarom moet ik me dan voldoen aan die regeltjes voor die taal en die wiskunde? Terwijl dat je talent misschien anders ligt. En als een maatschappij... Ziet dan die 2 als het allerhoogste wat er bestaat. Maar misschien is dat niet helemaal de bedoeling. Nee, klopt. En daarbovenop vind ik vooral in het schoolsysteem, waar laten de mensen, waar laten de leerkrachten of de directie of het schoolsysteem je op focussen? Alles wat je niet kunt, moet je bijlessen voor volgen. Moet je extra, word je voor gebuist. Door dat vak mag je niet overgaan het volgende jaar. En ze focussen dus alleen maar op al het slechte. Maar als iemand nu in wiskunde supergoed is bijvoorbeeld,
En je focust alleen op wiskunde, dan gaat die jongen 10 keer meer bereiken, denk ik, dan dat je dan focust op Nederlands, want hij op Nederlands, allee, in Nederlands niet goed is. Ja. En dat vind ik zo heel, heel frappant eigenlijk, dat er in schoolsystemen enkel gefocust wordt op het geweldig slecht in zijn. Ja. Ja. En dat is gewoon, ja, ik denk dat het 10 keer meer bereikt als je focust op als iemand goed is in tekenen en je niet focust enkel op tekenen, dan is dat zo. Ja, ik vind dat ook. En ook, dat op die manier maak je eigenlijk alles wat creativiteit kapot is. Als je aan 5-jarigen vraagt wie kan er tekenen, gaat iedereen zijn hand opsteken. Vraagt er dan 50-jarigen of 40-jarigen of 30-jarigen wie kan er tekenen, gaan er maar een aantal mensen een hand opsteken. Terwijl iedereen kan tekenen. Dan zijn dat creatieven er zodanig hard uitgeslagen. Terwijl creativiteit is eigenlijk het enige wat de mens eigenlijk onderscheidt van al die artificial intelligence en die robots en al van die toestanden. En dat was ook heel duidelijk wat van Peter Hinsen, hè? Want dus uiteindelijk een aantal dingen met elkaar verbinden en je een nieuwe business creëert. Misschien dat jullie maar 50 koffies ook doen, hè? Dat is een podcast, maar je doet er nog wat andere dingen bij. En dat vergt gewoon... Het is creativiteit wat je het verschil mee maakt. Maar als je daar in school wordt kapotgeslagen... Nee, absoluut. Dat is waar. Dat is ook hetgeen, ja, dat gebeurt al veel, hè? Ja. Ik, Nadja, ik wil je ook bedanken. Is er eigenlijk nog iets dat je wilde delen dat we nog niet aangeraakt hebben? Oei, nee, ik denk dat we het wel een beetje over van alles hebben gehad. Nou, mijn bedoeling was vooral over wie dat je bent en 50 koffies te hebben natuurlijk. En waarom? En die samenwerking met Jana. Ja, het is een heel leuk gesprek. Dank je wel dat ik op de podcast mag komen. Jij bent bedankt voor je tijd en je energie. Heel graag gedaan. Het is een heel fijn gesprek. Heel los, heel op het gemak. Ja, dat was ook de bedoeling, hè. Ja, ja, ja. Ik wens je veel plezier, heel veel succes en ik ben er zeker van, binnen 10 jaar in Marokko, dat er komt. Ah, wel, ik ga je bellen, ik ga je sturen als het zover is. Daar reken ik op. Ça va? Oké. Okay, bye-bye. Bye-bye.